Hallo allemaal, mijn naam is filmcoach Freek. En in deze video... 3, 2, 1 en actie! Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe filmcoach Freek. Nou, elke maandag geef ik jullie een kijkje achter de schermen hier bij ons YouTube kanaal. Waar je misschien wel eens Jeroen hebt gezien of misschien wel eens Filip. Ben jullie op school? Weet ik niet. Of mij? Maar goed, in ieder geval, wij maken hier dus de films. Voordat we verder gaan, even nog wat leuks. Ik weet niet of jij het leuk vindt, maar ik wel, dus nou, vandaar. Ja, ik heb tekeningen gekregen. Wow, super cool. Plakband. Afgelopen donderdag ging de film Ontslagen in première. Tijdens onze live première, elk donderdag om 4 uur, hadden we wel 147 kijkers. Bij deze film kon jij zelf bepalen hoe de film zou aflopen, met een ja of een nee einde. Nou, wat je dus ziet is dat al meer dan 2000 kinderen de keuze hebben gemaakt voor het antwoord ja. Nou, dankjewel daarvoor als je je keuze hebt gemaakt. En dankjewel als je de film hebt bekeken. Heb je de film nog niet gezien? Check hem dan nu. Of nee? Oh, wacht. Niet nu, maar na deze video. Komende is heel raar woord eigenlijk. Komende donderdag. De donderdag die komt. Aanstaande donderdag. Gewoon donderdag. Donderdag dus om 4 uur gaat er weer een nieuwe film in première op ons YouTube kanaal. En dat is de film Stoepkrijt. Maar Stoepkrijt bestaat al jaren. Nou, maar deze film is toch echt nieuw hoor. Check dit. Het is precies 8:30, dus we gaan beginnen. Nou, de nieuwe leerlingje. Dus je bent ook nog gehandicapt. Gehandicapte kinderen moeten toch ook gewoon naar school kunnen, ja. Toch? Dan is het vanaf nu 24 uur lang vrijdag. Jongens, die juffers. Wil jij nou ook een kinderrechtenfilm maken en leren over de kinderrechten? Dat kan. Laat je meester, je juf, je vader, je moeder een mailtje sturen naar info@krff.nl. Wij willen meedoen. Dat is het. Echt waar. Het is tijd om een kijkje te gaan nemen bij filmcoach Jeroen. En de vorige keer was het daar niet zo heel lekker weer, was heel veel regen. Maar misschien is dit keer het weer wel beter. Dus laten we even kijken bij filmcoach Jeroen. Jeroen? Oh, hey Freek. Oh, sorry. Nee, we waren even niet aan het opletten. Dus het is koud buiten. Koud. Of niet? Vind je dat ik me aanstel? Ja. Nou, we zitten hier nou in de gevangenis. We konden natuurlijk niet echt in een gevangenis filmen. En dan leek ons dit wel een hele goed alternatief voor een gevangenis. Het is net echt, mensen. Ja. Zoals alles bij deze films altijd net echt is. Freek? Jeroen, dat klopt. Alle films worden in 3 uur tijd opgenomen. Dus we hebben geen tijd om naar een echte gevangenis te gaan. Dus maken we zo'n gevangenis. De lerarenkamer wordt een huiskamer. Het kantoor van de directeur een politiebureau. Het speellokaal op school wordt de ruimte in het ziekenhuis. Nou, zo doen we dat. Afgelopen week hebben we op ons YouTube kanaal, net of daar afgelopen week is daar, dus daar is niet afgelopen week. Afgelopen week hebben we op ons YouTube kanaal gevraagd wat jij zou doen als je de baas van Nederland of misschien wel de baas van de wereld mocht zijn. Nou, daar is echt heel vaak op gereageerd. Dank jullie wel. Jenna Evers. En die zegt, ik zou ervoor zorgen dat iedereen gelukkig is. Letitia de Vries. Die zegt, ik zou zorgen voor een beter milieu. Imke Krikhaar, zorgen voor dat alle kinderen in Nederland een goed onderdak hebben. Verder hadden we nog een interactieve vraag. Als je de baas van Nederland mag zijn, wat zou je dan doen? Nou, dat zag er zo uit. Daar zijn dus 546 reacties op gekomen, waarvan 387 reacties dat alle oorlogen in de wereld zouden moeten stoppen. Dat zou inderdaad mooi zijn als dat zou kunnen. Heel erg bedankt voor al jullie reacties en voor het bekijken van deze video. Ik zou zeggen tot donderdag bij een nieuwe film of tot volgende week maandag bij een nieuwe filmcoach Freek.